In deze webles gaan we kijken naar de wet van arbeid en kinetische energie. En zoals altijd beginnen we eerst met het plan van aanpak. Hoe gaan we, welke stappen gaan we af als we een probleem gaan aanpakken waarbij we deze wet willen gaan gebruiken? Stap 1 is dat je jezelf gaat afvragen: welke krachten spelen nu eigenlijk een rol in mijn probleem? Stap 2 is dat je gaat zeggen, ik ga per kracht de geleverde arbeid uitrekenen als dat dan mogelijk is als je die gegevens hebt. En dat doe je door middel van de formule arbeid W. Is gelijk aan f mal S mal de cosinus alpha, waarbij alpha de hoek is tussen de verplaatsing en de kracht. In het HAVO-programma zal die hoek alfa eigenlijk altijd 0, 90 graden of 180 graden zijn. Bij VWO kun je ook tussenliggende hoeken tegenkomen. Als je deze formule eh, consequent gebruikt, krijg je ook automatisch. De goede, uh, het goede teken bij je, uh, bij je uh, arbeid, die kan namelijk positief of negatief zijn, en dat volgt dan uit de hoek die je gaat gebruiken. Stap drie is dat je gaat zeggen, ik ga al mijn arbeiden optellen en ik krijg een som van al mijn arbeiden. En of als dat niet kan, zoals in het voorbeeld dat we dadelijk gaan behandelen, je kunt dan berekenen het verschil in kinetische energie in jouw opdracht, in jouw probleem. Dus je hebt dan twee situaties, situatie 1 en situatie 2. Hoeveel kinetische energie is er bijgekomen of afgegaan tussen de twee situaties? Als je dat weet, dan ga je de wet van arbeid en energie gebruiken en die luidt dat de som van alle arbeiden opgeteld gelijk moet zijn aan het verschil in kinetische energie. En je gaat die wet dan gebruiken, invullen en dan kom je ook tot je antwoord. We gaan het uh, toepassen in een voorbeeld, in een situatie, in een opdracht en die ziet er als volgt uit. Het gaat over een wielrenner. Die wielrenner komt met een constante snelheid aan en hij begint met het klimmen tegen een heuvel op. En we krijgen een aantal verschillende gegevens. Het eerste gegeven is de snelheid waarmee hij aankomt op het moment dat hij aan de voet van de heuvel begint met zijn klim. Die is 10 meter per seconde. Tweede is de afgelegde weg. Hij gaat 250 meter de heuvel op. En uh, die heuvel uh, die zorgt ervoor dat hij na die 250 meter 20 meter hoger is uitgekomen. En dan kun je de hoek uitrekenen, de hellingshoek, en de hellingshoek bedraagt dan 4,6 graden. De massa van de fietser plus fiets samen is 80 kilogram. Bovenaan heeft hij ook een snelheid. Die is al iets kleiner geworden, maar de snelheid is 3 meter per seconde geworden. En gedurende de klim ondervindt de wielrenner een tegenwerkende kracht, een wrijvingskracht. De rolwrijving en de luchtwrijving samen. En die blijkt 8 Newton te zijn. Heel veel gegevens. En de vraag komt nu. De vraag is namelijk: hoe groot is de gemiddelde spierkracht die de wielrenner moet ontwikkelen tijdens deze klim? Nou, we gaan dit uh, probleem aanpakken met de wet van arbeid en kinetische energie. En stap 1 is dat we voor onszelf gaan afvragen: hoeveel krachten spelen er eigenlijk een rol tijdens deze klim? Nou, de eerste kracht is natuurlijk logisch: dat is de zwaartekracht, die staat recht naar beneden. Er was ook een wrijvingskracht, die staat langs de helling naar beneden gericht. En natuurlijk moet de fietser ook blijven fietsen, dus er is ook een spierkracht en die staat. Langs de helling naar boven gericht. En de spierkracht is onbekend, en eigenlijk is de vraag dus ook: hoe groot is deze spierkracht? Volgende stap is dat we van de bekende krachten, dus de zwaartekracht en de wrijvingskracht, gaan uitrekenen hoe groot de arbeid is tijdens deze klim van 250 meter. We beginnen met de zwaartekracht. We kunnen de zwaartekracht uitrekenen, want de fietser plus fiets samen waren 80 kilogram, dus de zwaartekracht is. Dus 785 newton en we gaan uh, natuurlijk rekening houden met uh, het feit dat de fietser in de richting van de blauwe pijl beweegt. Dat is zijn verplaatsing. We gaan gebruik maken van de formule. Arbeid is F van s mal cosinus alpha. We moeten even de, de hoek bepalen tussen de zwaartekracht en de verplaatsing en dat wordt een stuk makkelijker als we even een uh, hulplijntje trekken de oranje gestippelde lijn, want uh, die maakt namelijk een hoek van 90 graden met de zwaartekracht en dan komt er nog een klein hoekje bij en dat kleine hoekje is gelijk aan de hellingshoek. Dus de totale hoek tussen S en FZ is 94,6 graden. Nou, die kunnen we invullen. Afleg de weg is 250 meter en moeten dus de cosinus van 94,6 pakken en als we dat gaan uitrekenen, dan komt er een mingetal uit: min 15,7 kilojoule. De wrijvingskracht is iets makkelijker, want de wrijvingskracht die staat naar achter gericht en die maakt een hoek van 180 graden met de verplaatsing. En uh, dan kunnen we weer dezelfde formule invullen. De grootte van de wrijvingskracht is 8 N. Aflegde weg is natuurlijk hetzelfde, 250 meter. En de hoek is 180 graden. En als we dit uitrekenen komt het uit min 2,0 kilojoule. De derde. Uh, arbeid kunnen we niet uitrekenen, want we weten nog niet hoe groot de zwaartekracht is. Dus we zitten nu eigenlijk uh, klem. We kunnen met de arbeiden niet veel verder. Nou, wat moeten we dan doen? Dan kunnen we eens kijken naar het verschil in kinetische energie. Kunnen we die gaan uitrekenen? En uh, dat kan, want we weten zowel de begin- als de einds eindsnelheid van de fietser. Uh, de som van alle arbeiden die is uh, gelijk aan uh, die twee getallen, plus de onbekende arbeid van de spierkracht. Het verschil in kinetische energie, ja, die is natuurlijk standaard gelijk aan de kinetische energie die de fietser op het eind heeft, min de kinetische energie die de fietser aan het begin heeft. En die kunnen we allebei uitrekenen, want we weten zijn eindsnelheid en we weten zijn beginsnelheid en we weten zijn massa. Invullen levert dit en uh, uitrekenen levert een verschillende kinetische energie van min 3,64 kJ. oftewel die kinetische energie neemt af gedurende de klim. En dat is natuurlijk precies wat je verwacht. Want aan het einde heeft de fietser ook een lagere snelheid dan aan het begin. Nu gaan we eens kijken of we met de wet van arbeid en energie. tot ons antwoord kunnen komen. Uh, en daarvoor uh, halen we even het plaatje weg. Want we gaan even de ruimte gebruiken voor de berekening. We weten het verschil in kinetische energie. die is min 3,64 kilojoule. En we weten ook al heel veel over de som van alle arbeiden. De wet van arbeid en energie luidt. Als volgt, de som van alle arbeiden opgeteld moet gelijk zijn aan het verschil kinetische energie. Invullen levert dit. De enige onbekende is de arbeid die is uitgeoefend door de spierkracht. Maar die kunnen we hier dus uitrekenen, want we kunnen deze uh, vergelijking omzetten. Tot de vergelijking arbeid van de spierkracht is min 3,64 plus 17,7 kilojoule. Dat komt uit plus 14,1 kilojoule. Dus de wielrenner heeft er arbeid in moeten stoppen tijdens de klim. Als je de arbeid weet, dan kun je ook met behulp van de formule arbeid is F maal S maal cosinus alpha, kun je ook gaan uitrekenen hoe groot de kracht is. De hoek alfa tussen de spierkracht en de verplaatsing is 0, want de spierkracht staat in dezelfde richting als de verplaatsing, dus daarom dat ik hem hier niet eens heb opgeschreven, want de cosinus van 0 is 1. Um, dit kunnen we uitwerken tot... Het volgende dan is de spierkracht gelijk aan 14.100 joule delen door 250 meter en we krijgen ons antwoord en die is 56 newton. Dus de wielrenner moet een gemiddelde spierkracht van 56 newton uh, uit blijven oefenen tijdens de klim. Dit is de oplossing waarbij we gebruik hebben gemaakt van de wet van arbeid en kinetische energie. In een andere webles zal ik dezelfde som behandelen waarbij ik gebruik maak van uh, de wet van behoud van energie. En die levert natuurlijk precies dezelfde antwoorden, alleen via een net iets andere weg. Maar uh, dit is de methode zoals je die vaak terug ziet komen in uh, het boek dat je hebt voor natuurkunde.